Hoe maak je een eindscherm in YouTube? Open YouTube. Ga naar je kanaal en kies vervolgens een video waar je een eindscherm op wilt toepassen. Klik op video bewerken. Als je naar beneden scrolt, vind je in de rechterkolom een kadertje met eindscherm. Vervolgens kies je een layout voor je eindscherm. Voor mij is één video en een abonnementknop goed. Wanneer je op het videokader klikt, krijg je een aantal opties om je video in te stellen. Het eindscherm verschijnt automatisch de 20 laatste seconden van de video. Je kan dit korter maken als je 20 seconden te lang vindt. Je kan ervoor kiezen om ofwel je meest recente video te laten verschijnen, ofwel de meest geschikte video van je kanaal voor de kijker, ofwel kies je handmatig welke video er moet tevoorschijn komen. Ik kies handmatig voor de volgende video in de videoreeks. Als je op dit plusje klikt, kan je nog een element toevoegen zoals een video, een playlist of een kanaal. Voor mij is het goed zoals het nu is, dus ik sla het zo op. Ziezo, je eindscherm is klaar. Je kan deze nu gaan bekijken als je naar de video gaat. Dit was de Easy This Is How You Do van vandaag. Tot de volgende keer.